17 april opende burgemeester De Wijkersloot een nieuwe kunstexpositie in het gemeentehuis van Waalre. De komende 2 maanden exposeren Ria van der Ploeg en Peter van den Hamer er hun werk. Want we hebben hier 1 kunstenaar uit Waalre en 1 uit Aalst, begrijp ik. Dus dat hebben we goed gemixt deze keer. Ik vind het heel fijn dat jullie hier willen exposeren. Ik ben altijd trots om te zien hoeveel kunstenaars en creatievelingen die in onze gemeente zijn. Ria van der Ploeg maakt schilderijen en ontwerpt eigentijdse sieraden. Altijd iets anders dan anders, waarbij eenvoud heel belangrijk is. Ja, en hier zijn ze zo. Laten we aan de onderkant zien dan. Oh, het is zwart. Speciale stenen of kralen die je dan vindt. Wat ik doe is, ik maak eerst een achtergrond. Ik begin met geel, ik begin met allemaal kleuren. Vervolgens zet ik met houtskool dat erop wat ik erop wil hebben. En werk ik het met rollers verder uit. Zo komen mijn schilderijen tot stand. Peter van den Hamer maakt foto's van landschappen, natuur en steden. Zijn foto's streven naar eenvoud en klassieke schoonheid. Peter van den Hamer. Die is de wijde wereld rondgereisd en die heeft overal bijzondere foto's gemaakt van mensen en van landschappen. De eenzame fietser deed mij aan Boudewijn de Groot denken, daar op de dijk in Zaltbommel. Prachtig plaatje echt, hè? Die had zo op de cover van Boudewijn de Groot zijn nummer kunnen geplakt worden. En de powerlines die daar vlak naast hangt, een foto van hoogspanningsmasten. Dan moet je gewoon 2 keer kijken, is dat nou een tekening of een pentekening of is het een foto? Ja, ik noem het powerlines, want dat vond ik een aardige woordspeling, maar ja, je moet wat. Want het zijn technisch, noem je dat gewoon, dit zijn hoogspanningsleidingen. Feliciteer jullie met de expositie en nogmaals dank dat jullie hier de moeite voor hebben willen nemen. Wij gaan ervan genieten de komende 2 maanden. Daarmee is de tentoonstelling geopend. Gefeliciteerd. Prachtige tentoonstelling. Dank u wel. De kunstexpositie is te zien tot en met vrijdag 22 juni.